Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom bij de finale weken van het Abel Voetgolf Kampioenschap. En de vier finalisten zijn bekend. We hebben NBSVV, we hebben de trainers, we hebben Capelle en we hebben Smitshoek. We hebben een groot overleg gehad en we zijn eruit. We gaan hem ietsje anders doen. We gaan namelijk twee holes samenvoegen. Dus u krijgt maar twee holes te zien, maar wel één verschrikkelijk lange. En dat is de hole nummer 1, zoals we dat noemen. Die overlapt eigenlijk de eerste hole van de reguliere. En we beginnen bij hole 1. Bent u daar nog? U volgt het nog? Nou, in ieder geval, u gaat straks zien hoe die hole eruit ziet. En we houden de laatste hole aan en dat is hole 9, want ja, daar worden de verschillen gemaakt. Denkt u maar even terug aan hoe Smitshoek deed en hoe Capelle deed. Smitshoek deed het met z'n drieën, sneller dan Capelle, één daarvan. En dan noem ik geen namen. De heren zijn er klaar voor. We gaan NBSVV vragen om als eerste de trap te gaan doen. En dan hebben we ook nog, dat moet ik toch even melden, in de finale John Metgod, hij bereikt de prijs uit. Dus ja, er staat nogal wat op het spel, jongens. We gaan kijken of ze er klaar voor zijn. NBSVV gaat beginnen. Kun die? Moet je niet even dat linkerbeen filmen? Eén. Ja, nou, maar weet, gaat eigenlijk ook slecht doen, jongens. Hey, dat staat voor het algemeen bekend. Precies, het is zo'n linkerbeen. Ja, het is wel die pleisjes in de rechterboot komen. Een afdaling. Ja, maar ja, je gaat wie toch die? Wie die? Ja. Wat? Hier met die bal. Wil je spelen, Andrade? Ja. Zo, die is zacht. Moet iemand die de telling bij jou doen? Zacht, hij is goed toch? Weet hij dat ook? Zo dan, waar ga jij heen dan? Je moet toch dan? Mocht je denken, hey, wat is die Tom Achterberg veranderd? Die was verhinderd en dus hebben we met goedkeuring van iedereen een vervanger gevonden. Voor! Tweede trap van Bieti Andrade. Ik heb ze wel eens beter gezien. Hij ook. Tweede van Jeroen van der Horst. U zag het met buitenkant rechts. Tussen de bomen door. Trap nummer 3 voor Fantine. Met Polletje. Die gaat richting het zwembad. Teamwork, hè? Nu ziet het, de teamwork is volop aanwezig. Kwaliteit is nog even zoekende. Dat is lekker als je rechts bent. Een heel linkerbeen, hè? Maar hij herstelt zich prima. Kijk, en dat is Smitshoek ook. Ze helpen even NBSVV om de takken weg te houden. Zo! Een dikke vette punter. Keurig tussen beide bomen door. En dan ben ik bang dat die linkse hoek de hol het wandje afgaat. Zo! Ja, ja. Uiteraard. Ah, kijk eens, dat zijn de trappen waarvoor we het doen. In 4 op de green, hè? In 4 bijna op de green. Ah, jij doet warm schieten. Goeie bal, jongen. Ah, de laan hebben we goed uitgerekend. Hier is er 2 voor. Ergens in die bosjes zien we de familie Andrade. En als het goed is, kijk, daar komt de bal. Die is wereld.
Ja, die gaan weer naar beneden. Nee, ik ben langs. Kijk, en daar is MBSVV als eerste binnen. Beter, wat wil je haar doen? Ja, die liggen niet in de weg. Zo! Man. Je zou denken dat hij heeft geleerd, terwijl Jeroen hem keurig afmaakt, maar Flavio weet ook het gat te vinden. Prima balletje, maar. Ja. Alleen maar dichterbij. Hij rekent de sliding op maken, kan het. Zo. Maar jij wil hem vanuit de lucht, of niet? Ja, fijn. Je ziet het, de spanning staat op de benen. Dat valt ook mee, hè? Maar zien we erop. Dat is een beetje zenuwachtig, man. En de eerste van zijn mithoek is binnen. Ja, haal die bal er nou uit. Mag ik even juichen, vriend? Nee. Tief is lol. Hij wil even zo'n momentje, man. Dat is valt wel mee, meestal loopt hij een heel rondje. Nee, doe ik niet meer, hè. En ook Tom is binnen namens Smitshoek. Hier zijn de historische woorden, want ook namens Smitshoek is Delano Aco hem binnen. De tweede hole in het Abelvoetgolf en dan, ja, u ziet hem al, het water en het hek. Ik ga het voor de vorm nog even zeggen. Schiet je in het water, is het een strafpunt. Schiet je hem voorbij het hek, dan is het ook een strafpunt. Fantine, je staat er één achter. Ja, kan gebeuren. Ja, je stond er ook een paar achter op Capelle toen je aan deze hole begon, dus ik sta nergens meer van te kijken. Krijgen we weer een hole in one? Nee, denk het niet. We gaan ook het water niet in? Misschien wel, nou. Mooi weer. We gaan het zien, mensen. Volgens mij heeft hij niet geluisterd. Die rond van terug, hè? Maak hem gelijk af, man. Ja? Meestal is deze een scherprechter en in het voordeel van, van Smitshoek, want zij deden deze in de reguliere competitie in 5. En Fantine bewijst weer dat deze hole Smitshoek erg ligt. We gaan zien of gastspeler Delano Acohen het heeft meegekregen. Oeh, die gaat ook nog eens misschien tegen het hek aan. Ja, en dat is dus een straf. Slechte schot. Oeh, een schitterende trap eigenlijk, die niet beloond wordt. Ligt de druk op Tom de Boer. Oeh, de bal valt redelijk dood, net over het water. In de kuil. De tweede trap dicht bij de hole. En dan gaan ze binnenkomen in 9. Maakt een totaal van 32. Je weet wat je moet doen. 32, de nummers 1 in de reguliere competitie, Smitshoek. Dus je staat op 22. Ik heb nog nooit verloren van Smitshoek. Dus dat, dat komt goed. Kijkt u mee? Ja,
Ja, ik denk dat de eerste sensatie zo in de lucht hangt. NBSVV schakelt Kapel of Smitshoek uit. 1-2, dat maakt 24. Deze man heeft een gouden linkerbeen. We moeten hem alleen een beter gebruiken. Oeh, heel subtiel in 2. Oh, je gaat voor zekerheid. Hey. Net, ja, net. En dat is 2. Trap nummer 2 rolt naar beneden, maar niet ver genoeg. En ik denk dat de eerste sensatie in de lucht hangt. Smitshoek wordt uitgeschakeld door NBSVV. Oeh, dit is gewaagd. Dit is gewaagd. Ik hoop zo dat je mist. Meer gaan maken. Hier wordt een koude oorlog gevoerd. Ja hoor, de eerste sensatie is compleet. NBSVV schakelt Smitshoek uit. Wij hebben geen sensatie zo meteen. Als wij de Kapelle toplas uitgaan van de streek. Hey, gaan we daar? Nee, ik moet wachten op jou. Ja, daar is hij dan. De eerste sensatie is compleet. Ja, zeg het maar. Jammer. Ze waren net iets beter. Nou, ik neem aan, want er zit een week of 28 van voorbereiding in. Ja. Oh, maar. Je ziet er huis kapot van. Wat ging er mis? Ja, we missen nu wel even die all-in-one van Tine. Die hadden we nu al kunnen gebruiken. Ja, zelfs de gastspeler in dit geval, Lano A. Cohen, die kon het verschil ook niet maken. Nee, ja, jammer genoeg niet. Nee. Ik had hem echt heel hoog ingeschat. Maar helaas heeft hij ons... Hij heeft het ook goed gedaan. We kwamen net tekort. Ja, wat zei je tegen me vanmiddag? Ik heb alleen mijn vrienden. Ik heb in mijn vriendengroep zitten heel veel goede voetballers. En daar hoorde hij ook bij. Maar ja, het is niet voldoende. Hoe vond je het? Ja, leuk. Ik ga het zeker nog een keer doen. Dus dan hoop ik dat het beter gaat dan nu. Kijk, en dat kan natuurlijk in het individuele voetgolfkampioenschap, wat ook deze maand aan de gang is. U kunt zich daar nog voor opgeven. U ziet de data's op de site. Smitshoek heeft het niet gered. We gaan wel even kijken bij de winnaars nog. Ik heb een foto gemaakt van ons. En dat vraagt u naar Marvin van Tienen, want ja, die koude oorlog is gemaakt natuurlijk. Kijk, ja, dat vind ik wel sportief. Kijk. Hey. De winnaars staan ze dan. De eerste finalisten, want winnaars zijn het nog niet. Het is de winnaar van de halve finale natuurlijk. Zoals verwacht, hè? Ja, ik moet zeggen, schriftelijk afdoen eigenlijk. Maar... Je moet hem nog even spelen, maar... Je moet hem nog even spelen, principe... maar hij is binnen. Ja. Op naar de volgende. Ondanks... Flavio. Ja, Flav die begint altijd, is net een dieseltje. Die begint iets trager, maar als hij in de finale maar in zijn oude doen is, dan komt het goed. Kijk, en daar is hij genoemd. Zij staan dus in de finale, we gaan ze terugzien. En we gaan ook even kijken tegen wie zij gaan spelen. Want dat is de volgende aflevering tussen Kapelle en de trainers. Dus blijf je kijken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.